Het is op 26 september 1957, inmiddels 65 jaar geleden, dat de musical West Side Story in Washington DC in première ging. Een muziektheaterstuk van Arthur Lawrence en Stephen Sondheim, met muziek van Leonard Bernstein. De voorstelling was, uh, wordt beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis van het muziektheater. Het is namelijk meer dan een onderhoudende voorstelling vol muziek en dans. Niet eerder werd zo nadrukkelijk sociale problematiek in een voorstelling aan de orde gesteld. Het verhaal speelt zich af in New York van 1950, waarbij polarisatie de kern van het verhaal is. Spanningen tussen immigranten uit Puerto Rico en de autochtone bewoners van de stad. Jongeren verenigen zich in rivaliserende straatbendes en uh, tegen die achtergrond speelt zich een liefdesverhaal af waarbij die gepolariseerde samenleving voor grote problemen zorgt. In 1961 is het theaterstuk verfilmd en in 2020 deed Steven Spielberg het uh, nog een keertje. Omdat de spanningen die ontstaan wanneer mensen vanuit een andere cultuur zich in een bestaande samenleving vestigen van alle tijden is en zich overal voordoet, bedachten Caroline Deverlee en Jaël Vinks dat dit een mooi thema was voor een West Side story, op West Side story een geïnspireerde musical die zich in Leiden afspeelt. En dan met name in de wijk Pancras West rond het jaar 1680. Welkom Carolien en welkom Jaël. Hallo. Hallo. Ja, voordat we het over de uh, musical gaan hebben, wil ik ja. eerst even uh, wat meer over jullie zelf weten. Okay. Uh, ik ken Caroline uit een heel ander project, namelijk uh, muurgedichten en het boek uh, En het muurgedicht rond uh, Kees van Horen. Okay. Uh, en uh, sowieso alle muurgedichten waar jij ooit muziek bij hebt gemaakt. Uh, maar wat is jouw, eigenlijk jouw dagelijkse activiteit? Want ik neem aan dat. Ik zit in de muziek. Uh, ben, uh, niet alleen gedichten? Nee, 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 nee. Ik zit in de muziek. Ik ben pianist, zangeres, muzikus en componist. En ik dirigeer een aantal koren. Dus ik zit, mijn uh, dagelijkse activiteit is uh, in de muziek bezig zijn. Ja. En Jaël, ik ken jou als columnist ja. van NRC. Nee, ik ben journalist. Ik heb geen eigen column, maar een journalist bij NRC. Oké, okay. ja, maakt niet En je geeft schrijfcursussen? Ja. Doe je dat nog steeds? Uh, nu even niet, want ik was heel druk bezig met het verhaal ja. maken voor, deze, voor dit muzikale stadsverhaal, zoals we het noemen. Maar ik, inderdaad, ik, uh, ik ben journalist bij NRC. Uh, ik ben schrijver, ik schrijf boeken. Ik heb een documentaire gemaakt over de stad Leiden. En heb nu voor het eerst het verhaal geschreven voor een voorstelling, voor een vertelling. Dus dat was voor mij heel leuk om te doen, omdat ja. ik. Als journalist altijd op de non-fictie zit, altijd op het waar gebeurde zit. Mm -hmm. En met dit verhaal dat gebaseerd is op waar gebeurde verhalen, gebeurtenissen in de wijk, maar daar vervolgens een hele eigen draai aan mocht geven, zonder, ja. dat dat, ja, zonder dat ik dat hoefde te checken en te dubbelchecken. want ik mocht dat helemaal zelf verzinnen. En ja. Ja, dan wordt het... Dat is voor dat mij natuurlijk van, onwijs leuk. Nou, ja. Ja. Van, van wie is het idee afkomstig? Van, van Caroline of van jou? Nou, het is eigenlijk gekomen. Uh, Jeroen Haver, die bij het projectteam uh, de projectleider is. Jeroen heeft uh, een hondje. Wij hebben ook een hondje. En wij komen elkaar wel eens tegen. En dan maak je een praatje. En Jeroen woont uh, tegenover de brug bij de Hooglandse Kerk. En hij zei tegen mij op een gegeven moment: Hier gebeuren zoveel dingen op deze brug. Er worden ruzies, er, er worden liefdes die, uh, ja, die, on, die, die, die opbloeien, maar ook juist afgebroken worden. Hij zei: die brug, daar, daar valt zoveel mee te doen. En uh, kunnen we daar eens iets over bedenken? Wat we, en ik zit in de muziek, hij nee. zou daar iets met muziek bij kunnen. En mijn eerste gedachte was toen al de. De parelvissers, de, mm -hmm. het, de wet uit de parelvissers, omdat dat ook met water ja. en, te maken heeft. Um, dat zo is het eigenlijk ontstaan. En Jaël woonde destijds naast Jeroen Haver. Kijk, en, en keek ook uit op die groene kijk, brug. Ja, dus die hebt dezelfde ervaringen ja. daarmee. Als het raam open staat, dan ja. hoor je de. De liefdes, de verkeeringen die aangaan op die brug. En, die ja, en, en je uitgemaakt. hoort de verkeeringen die uitgemaakt worden ja. op die brug. Dus eigenlijk is dat is het allereerste begin. Ja, En dat is een idee. Ja. En gaandeweg is het veel groter geworden dan. Uh, dus de basis ligt echt in de wijk, in De Pankrat basis West. ligt in de wijk, ja. En toen kwam de West Side Story, misschien wel door die naam Pankras West uh, ingegeven. Nee, het, was, nou, het ging als ja. volgt. Jeroen en Carolien kwamen naar mij toe en die zeiden: Goh, jij schrijft uh, verhalen. Zou je een verhaal willen schrijven voor ons? En de enige opdracht, eigenlijk, de enige restrictie die erin zat, was: het, um, het liefst, of het liefst, het moet zich afspelen in deze wijk. En ja, ik keek naar die Hooglandse Kerkgracht en dat vind ik gewoon een van de mooiste straten in Leiden. Dus ik dacht: Ja, dat is. Uh, de locatie staat. Ja. Weet je wel waar dit verhaal zich moet afspelen? En tegelijkertijd kwam er een boek uit, en dat heette 700 jaar Hooglandse Kerk, van een aantal leidse ja. historici, onder wie Cor Smit. Ja. En uh, dat ben ik gaan lezen, gewoon ter inspiratie. En terwijl ik het las, ja, ik zag daar allerlei dingen die honderden jaren geleden gebeurden in die wijk, die eigenlijk rechtstreeks een verbindenis hadden met vandaag de dag. Zo heeft er bijvoorbeeld rond uh, die tijd, rond uh, 16, uh, 1600, heeft er in de Hooglandse kerk een grijpgrage priester gezeten. Mm -hmm. Die zijn handen niet thuis kon houden. Dus ik dacht, ja, ik denk dan automatisch me too. Weet je wel, yes. Het was, ja. je kon hem in één keer doortrekken. Uh, toen de Franse hugenoten kwamen naar Leiden, stuitte die in eerste instantie op heel veel weerstand. Tussen de originele, de autonome Leidse bevolking en die hugenoten. Ja, kijk, nu vinden we allemaal... Uh, La Brière en Chaudron, Leidse, Leidse namen. Maar dat zijn van oorsprong de afstammelingen. Ja. Dat zijn de Frans-Hugenoten die kwamen. Dat leverde eigenlijk een bepaalde spanning op in die wijk. die je vandaag de dag, niet zozeer in die wijk. maar die je vandaag de dag gewoon weer in het land ziet. Alleen zijn er deze keer geen Hugenoten, maar Syriërs en Oekraïners. Dus ik las dat en ik zag met mijn journalistieke blik. Zag ik daar gewoon uh, een, een brug die 300 jaar uh, overbrugde? Ja. Dus ik dacht, ik maak een verhaal. Ik wilde graag een liefdesverhaal maken, want die brug waar al die verkeringen op, op aangaan en uitgaan. Ja. Ik wilde een liefdesverhaal maken. Er moest iets van die spanningen destijds met een mooie link naar het heden in zitten. Nou, op dat hele idee ben ik gaan voortborduren. Ja. En toen heb ik eigenlijk een. Uh, een Leidse Romeo en Julia geschreven. Want laten we eerlijk zijn, de originele West Side Story daar ook is, is natuurlijk over. gewoon ja. Romeo en ja. Julia, hè jongens. Ja. Zo is het ook. Ja. Je hebt al uh, wat, uh, wat tipjes van de sluier opgelicht, maar kan je even grofweg aangeven wat de storyline is van, uh, van deze musical? Nou, nou ja. Uh, even, ja, je, nou, ja. El gaat het natuurlijk vertellen, want <laughs> zij heeft het verhaal geschreven. Maar het is niet echt een musical. De West Side Story is een musical, ja. maar wat wij doen is een Vertelling omlijst door allerlei muziek ja. uit allerlei genres. Maar ik denk dat nu jou eerst de verhaal ja. gaat vertellen. Ja, nou de, ja, dat klopt. Het is echt een, uh, een vertelling, dat zegt Carolien heel goed. Het gaat om twee mensen: we hebben een Leids jonge vrouw, Marie, werkzaam in de lakenindustrie, en we hebben een Franse jongeman, Pierre, gevlucht huurgenoot, die op Palingvist, een purbakkenvisser. Want daar komt het oorspronkelijk vandaan. Die twee worden verliefd op elkaar. Uh, dat is net als bij Romeo en Julia, net als in de West Side-story. Een liefde die met veel problemen is omgeven. Want dat deed je niet in die tijd. Die liefde, ja, liefde laat zich niet dwingen, hè jongens. Dat weten we allemaal. Die liefde gaat door en dan gebeurt er van alles. Daar komen allerlei krachten in die stad los die proberen die liefde op te brengen. Onmogelijk te maken. En als je nou wil weten hoe dat afloopt, dan, nou, dan, je kom, dan, dan kom je natuurlijk ja. gewoon kijken. Ja. Hallo. Okay. Je bent al een goede schrijver te worden, je houdt van cliffhangers. En ja, van. Ja. <laughs> um, ja, wat je aangaf, van, uh, er speelt kansenongelijkheid, kan je zeggen, nee. de uh, problematiek van polarisatie. Je noemde al even een MeToo-element. Uh, 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 je had uh, ook ervoor kunnen kiezen om het in het lijden van nu te laten afspelen. Je, je kiest voor de 17e eeuw. Uh, van waar die keuze? Nou, die is eigenlijk ingegeven door dat boek. Dus toen ik het boek 7 jaar 100 jaar Hollands Kerk uh, las, viel ik eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Dus als je dat boek nog niet hebt gelezen, beste luisteraar, ga naar de boekhandel, koop dat boek. Um, ik viel van de ene verbazing in de andere. En... Um, ja, en ik zag wat ik je zei, ik zag met mijn journalistieke blik, zag ik ontzettende uh, parallellen tussen toen en nu. En het was voor mij natuurlijk, kijk, ik schrijf altijd al, ik ja. schrijf al dertig jaar over het hedendaagse leven. Mm -hmm. Dus er zat voor mij een soort, soort avontuur in van, kan ik een, een fictief verhaal maken waarbij ik het toen en het nu met elkaar ga verbinden? Kan, kan ik ja. dit? Weet je, dus ik wilde ook zelf gewoon. Ik wilde eigenlijk ook gewoon zelf iets nieuws leren. En nou, dat gelukt? Ja, of het gelukt is. <laughs> Daar dan ga ik vanuit. Da, dan dan, ik dan moet uit. jij uh, <laughs> straks zeggen over een week, hè, Want volgende week uh, zondag is uh, is de opvoering van de vertelling. Dan zitten we in het VolksHuis op zondagmiddag en op zondagavond. Ja. Um, dus ja, of het gelukt is, laat ik uh, laat ik aan de aan de bezoekers. Ja. Maar. Ik ben er wel blij mee. En Caroline, de muziek. Jij zei het is een vertelling over muziek. Met muziek. In hoeverre is die muziek nog gerelateerd aan die West story Of heb je hele nieuwe muziek gemaakt? Er zitten een paar dingen die met de West story te maken hebben. Die zitten erin. Zeker ook omdat we uiteindelijk de titel Pancras Westside story hebben gekozen. Verder zijn het. Ik heb trouwens alle arrangementen. Ik heb alle arrangementen gemaakt voor vierstemmig koor en ensemble. Want dat zit erbij. We zijn een um, even een zijspoor. Um, toen we met het project begonnen, hebben we uh, mensen uitgenodigd en mensen gevraagd of ze deel wilden nemen aan een projectkoor. En een project ensemble en daar is echt veel op gereageerd uh, mensen die al ervaring hebben in de muziek maar ook gewoon mensen uit de wijk die het leuk vinden om eraan mee te doen mm -hmm. dus het is wat dat betreft een heel echt een community art project project geworden uh, verder is de muziek heb ik de heb ik mij laten leiden door scènes uit het verhaal en heb ik uh, over bij zo'n scène gedacht, wat zou hierop kunnen aansluiten, of qua tekst, of qua muziekvorm. En um, die gaan door allerlei genres en allerlei tijden muziek heen. Mm -hmm. Dus er zit klassieke muziek in van vroeger, maar er zit jazz in, er zit pop in, er zit uh, chanson in, er zit van allerlei soorten muziek in, die ik gearrangeerd heb voor de bezetting. Waarin we het nu uitvoeren. We hebben het over de muziek. We gaan uh, even naar muziek luisteren uh, en uh, daarna gaan we uh, nog even verder praten over de Pankras Westside Story. Ja. Dit is. volgens hebben gehoord, maar een nou, bridge over zit... Troubles Water die hadden ze in ieder geval wel. Ja, en hij zit erin, ook in de voorstelling. Hij zit in de voorstelling en ja. dan hebben we het over Pankras, Pankras Westside Story. Ja, want u bent terug bij. Cultuur 071. En we praten hier met de makers van de musical, mag ik niet zeggen, muziektheater. Wat is het eigenlijk? Uh, het is een vertelling met uh, een muzikale vertelling eigenlijk. Een verhaal wat ja, Ellens voor, de, voor deze break verteld heeft. Uh, met muziek wat daar. Op aansluit. En wat ga ik zien als ik daar zo met jullie in de zaal zit en kijk? Je ziet een voorstelling um, waar uh, het verhaal verteld wordt door vier vertellers, vier verschillende rollen. Um, die um, scenes. Kijk, ik kijk even naar ja, jou, is, L. Ja, je ziet, we zijn met vier vertellers. Um, er is een koor. Er is een ensemble, dus uh, er wordt muziek gespeeld live. Um, en ik noem het zelf een muzikaal stadsverhaal, omdat we het ook gewoon met heel veel mensen hebben. Gemaakt. We zijn klein begonnen, wat we net vertelden, het idee is geboren tijdens toen Jeroen en Carolien hun hond uitlieten. Dat waren twee mensen. Inmiddels is het team enorm groot. We hebben er heel veel vrijwilligers bij gehaald. Het is echt een project voor en door de stad. Dus we hebben bijvoorbeeld een koor, daar staan gewoon zomaar 25, 30 mensen te zingen. Daar zitten uh, mensen bij die al veel langer in koren zingen, maar daar zitten ook gewoon leienaren bij die zeiden goh Mag ik ook een moepie bij je mee komen zingen? Nou, ja, ja, dat mag ook natuurlijk. Ja, ja. ja. dus, um... En je hebt leuke muziek, hè? wat voor soort ja. instrumenten moet ik? Voor... Uh, is dat een beentje het... of is het klassiek? Nee, het, het is geen beentje. Uh, het is ook niet klassiek. <laughs> we, hebben een, we hebben een gitarist die heel uh, breed eigenlijk allerlei snaar instrumenten bespeelt. Want hij, hij speelt ook mandoline, hij speelt uh, allerlei soorten gitaren. Van elektrische gitaar, akoestische gitaar, semi-akoestisch. Uh, neemt hij die allemaal mee? Um, we hebben een fluitist die uh, uh, nou, soms klassiek speelt, maar soms wat jazz fluitachtig uh, speelt. We hebben een cellist en zelf zit ik achter de piano. Dus we hebben vier instrumenten. Okay, dus soms zit er ook op. slagwerk bij. De cellist doet ook soms slagwerk. Dus het, gaat, uh, het is multi-inzetbaar. En ja. het koor is vierstemmig. Klinkt goed. Ja. Ja, en jij zegt, ik kan alle kanten op. Ik kom heel erg uit popmuziek. Dus uh, Van Halen, Running with the Devil. Zit erin. Zit er ook gewoon <laughs> in, hè? Kom ja. op. Ja, het gaat van alles door Met de allerlei salles Cello heen. in dit geval, neem ik aan. Inderdaad. <laughs> ja, nee, die doet daar dan niet meer mee. Die doet dan de slagwerk. Ja, ja, slagwerk. Ja. <laughs> die doet dan het slagwerk. Maar dat okay. geeft niet. Uh, dit is jullie eerste samenwerkingsproject? Ja, zeker. Smaakt dit naar meer? Nou, dat zou. Ja, we kijken, maar kunnen. We weten het ja. niet. Ja. Eerst, die, eerst even deze voorstelling. Ja. Mm -hmm. Want um, het was wel ongelooflijk veel werk. Ja. En um, dat, dat, het was ontzettend leuk om te doen. Ik zeg was, want we zijn bijna aan het einde. Ja. Het was ontzettend leuk aan, aan, om te doen, maar het was veel werk. En Caroline ja. en ik hebben ook onze dagelijkse werkzaamheden ervoor opzij moeten schuiven. Dus ja. uh, daar ja, moeten we even naar kijken. Ook omdat je, um, het, is een, het is een project is, eigenlijk. Ja. Een projectvorm. Um, wat in korte tijd. We zijn, uh, we hebben natuurlijk. Voor de corona waren we eigenlijk al bezig hoor. Uh, toen zou er al iets gebeuren, maar door. Toen corona kwam, is dat afge. Ja, kon het allemaal ja. niet meer doorgaan. Dus na corona opgepakt. Maar. Um, um... Buiten de voorbereidingen om zijn we zeg maar in januari echt gestart. Dus van januari tot nu is het wel een race, een race ja. geweest om alles te regelen: ja. van subsidies tot aan de promotie, de, de, de repetities, alle mensen regelen. Het is gewoon heel veel werk. Ja. Maar je doet het, mensen zijn er ontzettend blij mee. Nou um, ja, die, die, die die stads, mee, ja, die stadsgeschiedenis, waar jij Ellen net over had, die, die biedt natuurlijk in Leiden heel veel aanknopingspunten, voor ja, nog, ja. nog veel meer. En daar zou ik en, zo nog tien voorstellingen over kunnen dat maken. Dat denk ja. ik ook. Ja. Ja, zeker. En, ja, als uh, dat je vraag is, dan is het volmondig ja. Ja, ja. En, ja. Het is ook iets wat uh, bij de, de lenaars leeft volgens mij. Want die zijn zeer de meeste althans zeer geïnteresseerd in die stadsgeschiedenis. En dat dat op een andere manier dan in een mooi boek uh, wordt uh, verteld, dan is daar over het algemeen heel veel belangstelling uh, voor. Over die ja, belangstelling gesproken. Is de, hoe gaat het met de kaartverkoop? Hartstikke goed. Ja? ja? Zijn er nog kaarten? Jawel, maar niet meer voor de middagvoorstelling, want die is uitverkocht. Ja, want nog even om in herinnering te roepen: volgende week zondag is het en middag en een avondvoorstelling. Ja. Middag is dus al vol. Middag is vol. En de avond, daar zijn nog kaarten ja, voor. Ja, dus kom naar de avond. Ja. En uh, hoe komen we aan kaarting? Um, we hebben. Um... Via Eventbrite gaat dat. Ja. We kunnen met een link naar Eventbrite. Uh, vandaag staat er een artikel in, de, in het lijstdagblad mm. over het project. Daar staat ook de website van, uh, van Eventbrite. Met een link um, waarop je. Het is heel simpel. Als je intikt in je, in je zoekmachine Eventbrite en Pancras Westside Story, kom je gewoon bij ons uit. Ja. En de kosten van een kaartje: tientje. Nou, dat mag ja. de pret niet drukken toch? Ja, daar kom je toch? voor toch? Ja. En de, de mensen die nu je voor zover je er al zicht op hebben, zijn dat met name de, de wijkbewoners van Pankras West of hebben jullie een veel breder publiek getrokken? Het is wel veel breder geworden. Want toen wij uh, dus de, de mensen voor het koor gingen uh, die zich in konden schrijven. Nou, die kennen natuurlijk ook allemaal weer andere mensen, ja. vrienden, familie, et cetera. Dus in, daar is al een hele. Uh, Spin-off voor geweest en um, verder zijn er gewoon ook echt geïnteresseerden van buitenaf ja. die het uh, graag willen komen. En als het nou de eh, zowel de middag als de avondvoorstelling is uitverkocht, is er dan nog kansen op een extra voorstelling? Nou, daar gaan we dan later. Niet Dat zou dan in een latere instantie <laughs> zijn, maar daar uh, dat. Nou ja. Dat zouden we dan allemaal nog moeten gaan regelen. Want dat is nu niet Als we het zover is, dan horen, jullie het, uh, ja. horen we het van jullie ja. en uh, gaan wij het vertellen hier op ik Cultuur 01. Ik wilde nog één ding zeggen, ook over de voorstelling. Behalve de vertellers worden er ook projecties uh, vertoond. Onder andere ook met uh, uh, afbeeldingen van de kunstenares Lenny Waasdorp. Ja. Dus, uh, dus er die werkt ook, er ook aan mee. Er is ook, er, is ook er is ook een beeldverhaal bij. Dus het is niet alleen muziek en ver, verhaal. Het is wat dat betreft echt een, een, een samenkomst een van allerlei... Multidisciplinair van muziek, zang, ja. Ja. toneel. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Nou, volgens mij wordt het een hele interessante voorstelling. Of twee voorstellingen. Mm -hmm. voor alsnog twee, zeg ik dan maar mm -hmm. even. Uh, en uh, ja, ik wens jullie veel succes. Uh, volgende week zondag, in ieder geval voor de avond, zijn nog kaarten. Noem nog één keer het mailadres. Je, gaat naar, je, je googelt Eventbrite en Pancras Westside Story. En dan kom je gewoon bij ons terecht. Nou, dat uh, moet gaan lukken. En wij zullen het ook in ons uh, artikeltje. wat we bij uh, dit fragment plaatsen. nog even vernoemen. Ja, graag. Dank je wel.